Mark, je bent succesvol ondernemer in China. Je zegt, ik ben geïnteresseerd in disruptive technieken, disruptive ontwikkelingen. Wat zijn de terreinen die nu verstoord moeten worden? Ja, ik ben aan het kijken naar het bankwezen bijvoorbeeld momenteel. Ik geloof echt dat op het gebied van online banking heel veel dingen verbeterd kunnen worden. Zelf doen is het nadeel is dat je dan echt heel, heel hard werkt. Veel harder dan misschien eigenlijk goed voor je is. En ik heb het jarenlang gedaan, ik heb het 10 jaar gedaan. En ik heb besloten van, ik wil eigenlijk iets rustiger aan wil ik het doen. Ik wil nog wel hard werken, ik wil best wel 50, 60 uur per week werken. Maar niet meer die 80, 90 uur die ik jarenlang gewerkt heb. En het kan best dat ik over 2 jaar weer zeg, of een jaar van, ik ga weer een nieuw bedrijf beginnen als ik het juiste ding tegenkom. Maar op dit moment denk ik van investeren, een beetje due diligence doen, kijken bij bedrijven, bedrijf adviseren, is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Waar investeer jij, wat voor soort bedrijven investeer jij nu? Met name toch internetbedrijven. Maar ik kijk ook steeds meer naar nieuwe technologieën waar je dingen mee kan doen. Ik ben aan het kijken momenteel naar een bedrijf dat houdt zich bezig met het draadloos opladen van auto's. Van auto's met accu's. Dus, ja. Of met battery driven cars. Ja. Ik geloof dat daar een hele grote markt voor ligt. Ik ben aan het kijken naar een bedrijf dat doet koeling voor servers. Maar dan koeling waarbij er geen elektriciteit gebruikt wordt. Dus een gesloten systeem wat verder geen elektriciteit nodig heeft. Dat soort dingen kijk ik momenteel ook naar. En ik geloof dat er technologieën zijn waar heel veel leuke dingen mee gedaan kunnen worden. Die ook voor de omgeving beter zijn dan misschien andere dingen. Ik denk dat je steeds meer innovatie gaat krijgen uit China. Dat met name dat wat Chinezen aan het doen zijn. Ze kijken naar wat gebeurt er in de westerse markt. Wat zien we daarvoor voor nieuwe sites opkomen? En hoe kunnen we die verbeteren? Hoe kunnen we die zeg maar lokaliseren voor de Chinese markt, maar dan ook echt verbeteren dat er echt hele nieuwe dingen uit gaan ontstaan. En dat is een trend die ik eigenlijk al langer zie, maar die steeds belangrijker gaat worden, denk ik. En wat je dan gaat zien is dat ook de westerse bedrijven naar China gaan kijken van, hé, wat gebeurt daar op dit gebied? Waar zitten de grote cultuurverschillen? Ik denk met name het grote verschil zit met het feit dat mensen in het Westen minder vrije tijd hebben gedurende de dag, waardoor ze minder met hun mobiel bezig zijn de hele dag. Chinezen die wachten heel veel, moeten veel in de rij staan. Die staan veel, helemaal niks doen tijdens hun werk. En ja, die gaan naar mobieltje, dan pakken ze een mobiel en gaan ze dingetjes doen. In China investeren, waar doe je dat? Wereldwijd? Ja, wereldwijd. Maar mijn privé-investeringen met name in China. Maar ik ben ook steeds meer aan het kijken toch naar Noord-Amerika. Omdat ik daar toch vrij veel innovaties zie op hele nieuwe gebieden die je in China nog niet ziet. China is een heel innovatief land, maar het zijn vaak innovaties op bestaande dingen. Terwijl je in Amerika met echt disruptive dingen komt die nog niet bestaan. Ik vind inzet van ondernemers heel belangrijk. Ik geloof niet dat mensen echt heel succesvol kunnen worden als je het maar een beetje, ja, als je gewoon je 30, 40 uur per week draait. Dat werkt niet. Zeker niet in bedrijfstakken die internationaal sterk op opkomst zijn, waar veel jonge ondernemers iets proberen te bereiken. Dan moet je gewoon continu aan de bal zijn en continu hard willen werken. Die je de mogelijkheid hebt en je een bedrijf aan het bouwen bent waar geld in moet in de toekomst, dan is de kans veel groter dat het lukt in Amerika dan dat het hier lukt. En dat heeft gewoon te maken met de hoeveelheid investeringskapitaal dat beschikbaar is in Nederland ten opzichte van Amerika. Stap daarvoor, waar moeten ze een opleiding volgen als ze met de middelbare school klaar zijn? Ja, ik zou zeggen, doe je studie gewoon hier. En doe misschien een half jaar in het buitenland of doe je masters in het buitenland. Maar ik zou niet naar je studie of naar je middelbare school direct naar Amerika vertrekken. Ik ben geen voorstander van patenten. Ik denk dat het innovatie remt. Ik snap dat bedrijven het willen doen om concurrentie tegen te gaan. Maar voor start-ups is het funest als andere mensen patenten hebben en je daarna kunnen aanklagen om geld te verdienen. Dus ik ben er absoluut geen voorstander van. Ik vind met name het hele livestreamen vind ik interessant. Dat zie je eigenlijk nog te weinig. Minder dan ik verwacht had eigenlijk. Ik had eigenlijk verwacht dat livestreamen nog groter zijn dan dat nu is. Ja. Waar kijk jij naar als je in een Chinees bedrijf investeert? Waar zoek je dan naar? Ja, het is een combinatie. Met name de mensen is het allerbelangrijkste. Ik bedoel, de mensen uiteindelijk zijn degene waar je in investeert. Niet het idee, want het idee verandert toch meestal alweer uiteindelijk. Maar het moeten mensen zijn die goed hard willen werken, is al genoemd. Maar ook mensen die bereid zijn hun idee te veranderen. Dus ik test mensen altijd een beetje van, je valt ze aan op hun plan, ook al vind je het best een goed plan. Gewoon te kijken hoe ze reageren. En dat mogen ze heel hard verdedigen, maar ze moeten wel in staat zijn te laten zien dat ze ook wel bereid zijn dingen een beetje te veranderen. Dat ze begrijpen dat misschien hun plan niet 100% goed is, maar misschien 80 of 70%. Is een businessplan eigenlijk niet meer van deze tijd? Nee, het is ja en nee. Ik denk dat een demo heel belangrijk is. Ik zou liever een demo van 2-3 minuten zien dan een businessplan waar ik in 10 minuten doorheen loop. Maar uiteindelijk, waarom ben je ondernemer? Niet omdat je het geleerd hebt. Dat zit echt in je. Je moet gewoon bepaalde karakteristieken hebben.
Dus dingen als je moet risico's durven nemen, je moet stressbestendig zijn, je moet hard willen werken, je moet een passie voor iets hebben, een bepaalde visie moet je hebben. Al die dingen die moeten in je zitten, dat is niet, leer je niet op school.